Net Milieu. Ik ben portefeuillehouder verkeer en vervoer in de stadsregio. Nou, het is vooral zorgen dat de regio in zijn totaliteit bereikbaar blijft. Want we zijn natuurlijk hier heel erg bezig in het hele gebied wat je hier omheen ziet. Veel woningbouwontwikkeling, veel economische kracht. Maar we moeten wel zorgen dat het allemaal bereikbaar blijft. Want als we met z'n allen stilstaan, dan is het niet leuk wonen en niet leuk werken. En we investeren heel veel in openbaar vervoer. Hierachter zie je net Rode Reis. En nou, dat is een nieuwe station aan de Randstadrail, de metroverbinding tussen Den Haag en Rotterdam. Maar we doen bijvoorbeeld ook investeren in fietspaden. En natuurlijk heel belangrijk op de weg. Zorgen dat we met het Rijk uiteindelijk tot betere verbindingen komen. Dus bijvoorbeeld de A4 Midden-Delfland die er nu moet gaan komen. Maar we zitten nog volop in de discussie over de A13, A16 en de A15 verbreding. Die ook gaat plaatsvinden onder de haven. Hè? Dus het zuidelijke deel van de regio beter bereikbaar maken. En daar hebben we nog een tweede oeververbinding bij nodig. Dus ook die discussie zijn we aan het voeren. Dus veel investeren samen met het Rijk hier in de regio. De regio is hier zo nauw met elkaar verbonden. Mensen wonen op in de ene gemeente, werken in de andere gemeente. Het is een heel verband van gemeentes die zo nauw met elkaar samenhangen. En nog eens een keer het havengebied erbij. Dat je kan het niet zonder elkaar doen. Dus je moet het met elkaar doen. En dan moet je ook zorgen dat die verbindingen tussen de gemeentes ook goed verlopen. Verkeer en vervoer en de bereikbaarheid is niet alleen maar op de weg. Het is juist ook dat openbaar vervoer en het fietsen. En we zijn aan het kijken naar vervoer over water. Dus je moet alles bij elkaar afwegen hoe je naar het totale netwerk kijkt. Je moet dus echt naar een groot plaatje kijken. Wat is het gebied hier? Waar zitten de economische ontwikkelingen in? Waar zitten de woningbouwlocaties? Ook hier heel erg aanwezig. En dan moet je vanaf boven kijken. En wat is dan het plaatje wat daaraan verbindingen bij hoort? Dus het is echt, ze noemen dat altijd helikopterview. Een beetje erboven hangen en dan zeggen, dit is wat de komende jaren moet gebeuren.